iedereen, ik ga vandaag wat vragen beantwoorden omtrent de studie geneeskunde en mijn ervaring ermee. Ik heb de vragen hier allemaal getypt op mijn computer. En ik ga ze dan één voor één afgaan en dan zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Dus laten we dan direct beginnen. Dus, eerste vraag. Heb je nog een leven naast je studie als je geneeskunde studeert? Wel, ik denk dat dat eigenlijk iets is wat je zelf een beetje moet kunnen inplannen. Want ja, natuurlijk, je hebt ook wel veel les. Vooral in de VUB heb je best wel veel les. Ik denk dat wij vorig jaar hadden wij les van 8 tot 18 uur, wat echt wel veel was. Dat was ook wel een heel zwaar semester. Niet alle semesters zijn zo zwaar. Allee, het is allemaal een beetje afhankelijk van doe je stage of doe je geen stage. Is het les en examens? Dat maakt allemaal wel een verschil. Want natuurlijk, als je stages hebt, dan moet je gewoon aanwezig zijn op je stages. Ja, behalve voor chirurgie. Chirurgie is meestal dat je aanwezig moet zijn om 7:30 of zelfs 7:00 ochtends. Maar de andere stages, naar mijn ervaring, was altijd... Dat begon altijd rond 8:30. Ik weet niet, ik vind eigenlijk de meeste stages hebben wel oké uren. Ik ben vaak al om 17:00 mogen weggaan. Maar ja, er kunnen we echt wel zware stages natuurlijk tussen zitten. Die soms zelf tot 8:00 s'avonds duren. En daarnaast heb je nog wachten en zo. Maar over het algemeen vind ik het wel gemakkelijker om je tijd in te plannen als je in een stageperiode bent. Omdat je vrije tijd daarmee is afgebakend. En vooral als je op een niet enorm zware stage zit, is dat ook wel gemakkelijker. Dus dan heb je ook altijd een volledig weekend. Ja, je kan altijd wel wat voorbereiden of extra bijstuderen als je op een bepaalde stage zit. Nu ja, ik doe dat nu niet enorm veel. Dus ja, ik probeer toch altijd wel mijn weekend te nemen. Want ik vind het gewoon belangrijk om genoeg te kunnen rusten en genoeg andere dingen te kunnen doen. Maar dat is, ik denk dat het ook wel echt wel afhangt van persoon tot persoon. Hoeveel wil jij ook investeren daarin? Maar dan vind ik het wel veel moeilijker als je lessen en daarna examens hebt. Omdat, ja, met lessen, ja, sowieso is het best dat je naar alle lessen gaat. Maar dan wordt er wel altijd van je verwacht dat je die lessen ook bijhoudt. Dat je dan ook nog bijstudeert. Dus ja, dat vind ik dan... Allee, ik heb dat zelf persoonlijk altijd iets moeilijker gevonden. Dus dan moet je dat eigenlijk zelf een beetje proberen in te plannen. Dus dan, ik probeer het zowel te beschouwen vaak als een 9-to-5 job. Ook al, ja, je studeert meestal wel iets meer dan een 9-to-5 job. Maar ja, ik probeer dat altijd zo af te bakenen van oké, vandaag doe ik zoveel uurtjes studiewerk naast de lessen. Of dit weekend doe ik zoveel en voor de rest neem ik vrij. Allee, dat is echt iets dat je echt voor jezelf een beetje moet afbakenen. Je kunt altijd blijven studeren en je kunt altijd blijven werken. Maar ja, op den duur, dan houdt dat ook niet meer op. Ik vind het echt wel belangrijk om ja, gewoon zelf te zeggen van oké, nu stop ik ermee en nu ga ik even wat ontspannen. En ik denk dat je dan ook veel gelukkiger en veel relaxter in die studie gaat zitten. Dus ik denk dat dat leven naast je studie geneeskunde echt gewoon afhangt van hoe jij je eigen tijd indeelt. Dat is echt heel belangrijk en dat voornamelijk eigenlijk. Ja, ik vind gewoon een goede work-life balance gewoon echt belangrijk. Niet iedereen is natuurlijk zo. Je hebt mensen die kunnen blijven studeren en kunnen altijd maar aan het werken en werken zijn. Maar dat is gewoon iets waar ik niet geloof. Ja, anders zou ik natuurlijk ook geen Instagram-pagina hebben waar ik echt continu op post. En zou ik ook niet al die filmpjes maken. Dus ja, ik denk dat het echt wel afhangt van persoon tot persoon. Dan de volgende vraag. Heb je studeertips? Ik moet wel heel eerlijk zijn, ik ben ook niet echt de beste student. Ik kan zelf eigenlijk wel een paar studeertips gebruiken. Maar desondanks ben ik toch al door alle examens geraakt. Dus ik denk misschien in deze tijd, en dat is ook iets waar ik zelf mee struggle. Ik denk dat dat wel iets is waar ik zelf aan kan werken. En waar ik denk gewoon heel veel studenten in Vlaanderen en gewoon over heel de wereld waarschijnlijk aan kunnen werken, is misschien het feit dat we zo zijn afgeleid door die smartphones. Allee, smartphones niet alleen, denk ook gewoon de laptops die... Want ja, wij moeten ook heel veel een laptop gebruiken in deze tijden. Deze digitale tijden studeren veel mensen ook met een laptop. En dat is echt wel heel gevaarlijk. Want
Ja, vooral, allee, ik denk dat de meeste laptops wel automatisch met wifi zijn verbonden. Ja, ik bedoel, je bent aan het studeren en je gebruikt bijvoorbeeld, allee, er staat bijvoorbeeld een PowerPoint aan van een les dat je probeert te verwerken. Het probleem is dan, je bent dan aan het studeren, maar dan uiteindelijk raak je toch een beetje afgeleid. Want ja, er zijn natuurlijk ook zoveel leukere dingen te doen dan studeren. Dan open je weer een nieuwe website en zo verlies je eigenlijk heel veel uren of heel veel minuten op een dag. Gewoon omdat je te snel afgeleid bent. En die drempel om afgeleid te worden is ook zo laag. Omdat je moet maar even een nieuwe tab openen, een site intikken en dan ben je weer vertrokken. En dat zijn allemaal heel kostbare momenten van je studeren dat dan ook kwijtgeraakt. En dat is echt het gevaar van deze digitale tijden, denk ik. En dan, ja, dus niet enkel met je laptop studeren is gevaarlijk. Allee, dat is mijn ervaring ook. Maar ook met de smartphone. Ja, naast u dan studeren, dat is ook gewoon echt heel gevaarlijk. Allee, dat is eigenlijk allemaal niet zo goed, hè. En ook, ja, die smartphone bijvoorbeeld. Allee, je neemt dat op en misschien, voor sommige mensen zal dat misschien maar even heel snel scrollen zijn. Misschien 3 minuutjes of zo. En dan gaan ze terug studeren. Maar toch zorgt dat er ook voor dat uw hoofd nooit rust heeft. Want het probleem is met al die smartphones en die sociale media, je verwerkt gewoon heel veel informatie. Allee, uw hersenen verwerken heel veel informatie. Dat is ook echt heel vermoeiend voor je hersenen. Ze krijgen nooit rust. Wat eigenlijk veel gezonder zou zijn, is misschien om de 50 minuten eventjes een 10 minuten pauze nemen. Want pauzes moet je sowieso nemen. Maar in plaats van te scrollen op je gsm, misschien beter gewoon eventjes gaan wandelen. En dan kunnen je hersenen echt rust krijgen. En dat zal misschien ook veel beter zijn voor je focus. Ja, dat is toch echt een van de valkuilen van deze digitale tijden. Dat je eigenlijk gewoon continu een laptop in je bereik hebt, continu een smartphone binnen je bereik. En het beste is eigenlijk, ja, 1, de smartphone weg te doen. Allee, niet weg te doen, maar allee, de smartphone buiten je bereik. Geef dat misschien aan je mama of geef dat, allee, ik weet niet aan wie, maar zorg gewoon dat het weg is als je aan het studeren bent. Dus dat is al 1. En ten tweede, oké, het is wel niet zo goed voor de bomen. Dus ja, dat is dan ook weer zo'n nadeel. Maar ik vind persoonlijk, als je een uitgeprinte cursus hebt, dat ook wel beter is voor je productiviteit. Omdat je kan dan de laptop ook wegdoen. En je hebt dan de laptop die weg is, je hebt dan de smartphone die weg is. En dan heb je enkel de cursus. En dan is er ook niets om zo snel vast te nemen of niets om even snel een tab open te doen. Dan heb je gewoon enkel de cursus. En ik denk, gewoon het feit dat die afleidingen er niet zijn, gaat al zorgen dat je veel beter gaat studeren. Maar ja, kijk, dat is echt iets wat ik zelf heb gemerkt dat voor mij nefast was. En ik denk gewoon dat die zaken ook gewoon nefast zijn voor de jeugd in deze digitale tijden. Dus ik denk dat dat echt het belangrijkste is. Hoe wist je dat je dokter wou worden? Goh ja, ik heb daar eigenlijk al een blogpost over gemaakt op mijn eigen blog. Maar ik wou eigenlijk al dokter worden sinds mijn 12e. En sindsdien is dat ook niet meer veranderd. Dus dan heb ik altijd gezegd, ik wil dokter worden. Mijn vader is ook dokter, dus sowieso denk ik wel, als een van je ouders dokter is, dat wel een soort van inspiratie is. Je kijkt toch vaak ook op naar je ouders. En ja, ik vond dat echt een heel mooi beroep. En ik ben ook altijd geïnteresseerd geweest in wetenschappen. Ik ging zo als klein meisje vaak ook naar het wetenschapsmuseum. En ik dacht ook al vroeg dat ik misschien iets met wetenschappen zou doen. Of iets in die trend. Ja, dat is denk ik een van de redenen. En het is ook gewoon een heel mooi beroep, hè. Mensen helen, mensen genezen. Iets kunnen betekenen voor mensen. Ik vind dat gewoon heel mooi. Wat was je minst favoriete deel van de geneeskundestudie? Daar moet ik eigenlijk niet zo lang over nadenken. Want ik vond persoonlijk de examenperiodes echt niet zo leuk. Nee, dat was echt niet leuk. De blokken en de examenperiodes. En dat is echt een hele zware periode. Omdat, ja, dat is... Allee, sowieso in heel veel studies zijn examenperiodes zwaar. Maar ik vond dat altijd... Ja, dat duurde altijd heel lang. Je moet heel veel leerstoffen werken. Je zit gewoon een hele maand alleen op je kamer te studeren. Van 's morgens tot 's avonds. Ja, en ik had persoonlijk ook nog medische problemen. Ik had problemen aan mijn ogen. Ja, dat was een enorme beperking voor mij. Ik kon daardoor ook niet enorm lang studeren aan een stuk. En ik had ook heel veel pijn aan mijn ogen. Ja, dat was een beetje een heel ambetant probleem.
Dus voor mij zijn die twee zaken een beetje geassocieerd. Ik heb heel hard moeten vechten om te kunnen blijven studeren. Ik heb een tijdje met een Beamer moeten studeren. Echt ook met zo'n programma met een computerstem die dan mijn cursussen opzij. Ja, het is echt wel een struggle geweest. En ja, sowieso is het al enorm zwaar om geneeskunde te studeren. Maar als je dan nog eens zo'n medisch probleem of een medische beperking er bovenop hebt, dan is het echt wel al helemaal. Ik ben echt gewoon heel, heel blij dat ik al zover ben. Ondanks alle beperkingen die ik heb gehad. Google je nog altijd zaken als je je niet goed voelt? Wel, we hebben geleerd dat Google nu niet echt de beste bron is voor medische informatie. Want de informatie die je krijgt als je een Google search doet, dat is niet altijd evidence-based. Dus daarom gebruiken wij als geneeskundestudenten en ja, dokters gewoon ook, wij gebruiken up-to-date. Want dat is veel betrouwbaarder en ook veel wetenschappelijker. Hebben jullie ook die secties voor anatomie? Ja, ik heb dat in mijn bachelor gehad. Ik denk dat alle universiteiten dat in de bachelor op de planning hebben staan. En ja, ik vond dat wel een speciale ervaring eigenlijk ook. Ik ben daar ook nooit vies van geweest. Dat hoort gewoon echt bij de geneeskundestudie. Dus ja, het was leuk om mee te maken. Nu ja, het is nu niet echt iets waar ik enorm voor sta te springen. We hebben dan zo bijvoorbeeld, ja, dat waren allemaal lijken dat we dan hebben moeten opensnijden om zo de anatomie te kunnen leren op een echt persoon in plaats van in de boeken of zo. Dus ja, het is heel belangrijk om als dokter de anatomie goed te beheersen. En de dissecties zijn daar een enorme goede tool voor. Veel studenten gaan dat in het begin misschien een beetje vies vinden. Maar uiteindelijk raken er heel veel mensen daar gewend aan. Ik denk, er zijn zelf echt studenten geneeskunde die eerst ook dachten van oh, ik kan het niet aan om een operatie te zien. En dan uiteindelijk doen ze stage. En dan uiteindelijk is dat gewoon totaal geen probleem. Dus ja, dat is eigenlijk hetzelfde met die dissecties. Voilà, dat waren alle vragen met betrekking tot de studie geneeskunde. Ik hoop dat jullie het fijn vonden om deze video te bekijken en dat jullie misschien iets hebben bijgeleerd. Tot de volgende keer. Bye!